Hartstikke heet daarbij weg. Vandaag daar ga je voor jouw finale waar je van komen bent. En wie is er als eerste weg? Dat is natuurlijk hier. 4-3-1-30, super, super snel. Kevin Dolenvoet. Laat aan een gat. En dan is Danny Verzetten. En Danny Verzetten die wordt dan weer gevolgd door de 4-59, door de Stier van Elfoort. Die ligt op naaste plaats nummer 3. Dan pak je het podium. En dan daarachter is het dringen, dringen, dringen. En Milan de Haas, 4-67, die is gelopen op in de. Kom op, Janik, kom op! Dat is een man, dat is goed, maar moet hier nog even bijspijkeren. Maar het is hier flop 1, 2 en 3. En 4 is dan flop 7, 21, Tijmen van Holland. En dan is het pas Milan de Haas. En als laatste heb ik Laura Paas. Dat heeft die pech, maar gaat dan absoluut nog even bijhalen in die laatste bocht. Want die laatste is niet vertrouwd is. En dan 7, 10. Yannick van der Pijl, 10 sluit de rij. Dan ben je weg erbij naar beneden en dan, is het, dan lijkt het toch een rode door te zijn. Hier is eerst die bocht geluid. Krijgt daar Mikey Drent met zich mee op 4.84. Dat is even kijken, dat is natuurlijk de klasse van de Hater. Die zit op plaats 2 en dan is plaats 1, 2 en 3. En dan heb ik 3.02 die daar nog het volgt. Dat is Tigo de Paal. En dan heb ik Bob Smit en dan is het even kijken. Die politie kan gedaan aan het eind. Dat is allebei voor Amazoy en Blanke. En Menno Moors. Maar voorlopig is het... Hier natuurlijk Roy van Doorn die daarvoor in zit en dan is het Mikey Drent op 3. En dan is even kijken, 705 met een borst die het rijtje sluit. Goed gestreden jongens. Dan zien we jullie straks bij de prijsuitreiking terug. Rit Koeman. En zet je ballon dan bij je weg. En dan heb je alles gegeven. En dan is het gewoon is het Tom Gouwloos die daar een behoorlijk afslaat. Krijgt daar een maatje van Gelder Malsen naar zich mee. Even kijken, dat is 3.52. Dat is kost helemaal anders. Dat is 1, 2 en 3. En dan heb ik even kijken, dan is het Nuland en dan is het Dringen, Dringen, Dringen. En dan heb ik een paar bochten te gaan en dan is het een stand daar een bocht. Kijken voorlopig derde plaats 4.24. Die is voorlopig voor Joey van de Kamp. En dan komt nog Ruben van Eker en Bart Adriaan. Ze komen daar nog buitenom. Dat is dringend, dringend, dringend. En de laatste plaats voorlopig voor Brett Koeman. Gaan wij naar de finale van de superklasse 12-13. Toch Tom Dekker die daar voorin gaat samen met Jamie Zetten. Dat gaat snel, dat gaat hard ervoor in. En kijken hoe het na die eerste bocht allemaal uitvalt. En dan is het, wie komt daar nog mee? Dat is 3-3-3, dat is Tom Smit. En dat is plaats 1, 2, 3 nog. En dan heb ik Kevin Stoffel mee op plaats 4. Kom op, Tom! Dat is voorlopig eventjes Kevin van Dattel die daar op plaats 5 aansluit. Maar 1, 2 en 3 is lijkt gezien, tenzij Kevin Stoffel nog een aanval pleegt op die derde plaats. En dan is het, aan het einde is het gebeurd, goed gespeeld voor nummer 80. Dus in dit geval is het aan de bies. De positie zit er alsjeblieft, dan niet op een verre. Lars Pantelon, Laura van der Hart. Zorg dat je erbij staat. Meer dan de Laura, Milan, Jaring, Nick, Henry, Tigo, Nick. Ja, het is Milan de Haas die daar voorop gaat. Het is gevolgd door Milan. En dan is het vervolgens Andy van Dattel die op de plaats 3 ligt. Dat zijn de posities 1, 2 en 3. Blijf trappen jongen, kom op, blijf trappen. Goed zo, ja, pakken. Dat is nog een aantal van jaren de Lata die... gaat ongetwijfeld voor die derde positie, maar Laura Paas zit ook nog in het programma. Ja, kom op, ja, die blijft trappen! Trap hem even nog! Mooi gevecht daar nog. Denk ik een wijkje voor de jury nog, want... laatste mooie gedeelte. En wij kijken naar de eigen klasse 8 jaar, de finale. De finale die is voor Felix Otten, Kevin Dolenvoet. Allemaal naar links! Carlo van Wijk, voor de Vaal, voor Gijs Adriaansen. Tom van Hattem, Yannick van der Pijl en ook aangesloten in de finale Kasper van Rommel. Allemaal naar links, Rob.
In één keer, dat is de pot. Hey, hier gaan we aan de rol. Zouden we nooit wel een rondje of zo? En ze zijn weg en gaan we kijken. Daar gaat het om. Daar is de bal. Felix Otter die gaat als eerste door. En komt er als eerste door. Dan wordt hij door de 4-9. Dan wordt hij door de 4-9. Die wordt dan weer gevolgd. Alles wat allemaal zo is. Het zit er allemaal in het buurt. We zitten alleen nog maar. Even kijken wat er allemaal is tussen. Maar tussen is echt de grootste partij. Daar zal Felix Otter niet bij laten zitten. Hij kan wel mee. Even kijken, dan is het 7-4. Even kijken, die heeft een derde positie. Die pakt een derde plaats op het podium. En bij nummer 710, Nick van der Pijl, die mag die derde positie bezetten. En naar de finale van de eigen klasse. Goed gedaan, Carlo. En dan wordt hij gevolgd op 4-6 uur opbouwen. Die komt ook nog 3-5-9.